Ja, voor de kust van Terschelling is vanochtend een aanvaring geweest tussen twee schepen die passagiers vervoeren. Een watertaxi en een snelboot zijn daar op elkaar geklapt. Er waren op het moment van de botsing ook mensen aan boord. En naar een van die mensen wordt gezocht. Het zou gaan om de passagier van een watertaxi. En het gaat om een 12-jarig kind. Dat meldt een woordvoerder van het kustwachtcentrum. Jan-Willem Zwart is van de veiligheidsregio Friesland. Hoe verloopt de zoekactie, meneer Zwart? Ja, goedemorgen. Wij zijn hier natuurlijk allemaal heel erg van geschrokken. En we zijn om vanaf 6:15 eigenlijk heel hard aan het werk om de boel in kaart te brengen van wat is hier nou precies gebeurd en waar moeten wij op inzetten. Het was in ieder geval al snel duidelijk dat de Tiger en de Stormloper een aanvaring hebben gehad. De Stormloper is een sneltaxi. Er zaten 7 personen op. Die maakte direct water en die zonk. De KNRM heeft heel snel actie ondernomen en heeft de Stormloper naar een zandplaat gesleept. Mensen konden daar van boord. Mensen zijn ook met de KNRM naar de haven van Westerschelling gebracht. Er zitten een aantal slachtoffers bij die er zeer ernstig aan toe waren. Waarvan we nu op dit moment nog niet iets kunnen bevestigen, maar het was in ieder geval zeer ernstig eraan toe. En we missen nog een persoon. En er wordt gezegd dat het een kind van 12 jaar zou kunnen zijn. En dat kunnen wij op dit moment niet echt bevestigen. Het vermoeden is het wel dat het een kind van 12 is. En er wordt op dit moment met mannenmacht naar gezocht door de KNRM. Door schepen van Rijkswaterstaat in de buurt van het incident en op de Waddenzee. Ja, want hoe zit het daar op dit moment met de stroming? Hoe groot is de kans dat hij op korte termijn en op tijd gevonden gaat worden? Ja, we hebben het over het Schuitengat. En dat is een gebied tussen Terschelling en Vlieland in. Daar is er een sterke stroming. Daar wordt natuurlijk aan alle kanten rekening mee gehouden. Dus iedereen heeft daarop ingezet om dit slachtoffer ook zo snel mogelijk te vinden. Is er al iets te zeggen over de oorzaak van de botsing? Ja, dat zijn vragen die altijd als eerste gesteld worden. Wij zitten nu midden in het incident en we zijn echt bezig om ook bijvoorbeeld de passagiers van de Tiger, om die op te vangen. Die zijn natuurlijk enorm geschrokken en ook de Tiger maakte water. Die ligt nu in Harlingen, dus daar zetten we vooral onze inzet op in. Maar ook nog op de Stormloper, om die te bergen en ons te bekommeren om die slachtoffers. En pas in een latere fase gaan we kijken van hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat is de oorzaak hiervan. Heel veel succes en ook sterkte daar, Jan-Willem Zwart van de Veiligheidsregio Friesland.